staan hier bij Els Barendrecht van Stichting Villa Joep. Wat is Stichting Villa Joep? Stichting Villa Joep is eigenlijk de stichting die zich al jaren inzet om de kinderen met neuroblastoom te helpen naar een oplossing om die ziekte uit de wereld te helpen. En dan richten ze zich echt absoluut op het onderzoek. Dus ze doen niets anders, nergens wordt anders geld aan besteed, alleen maar voor het onderzoek naar een oplossing. En wat gebeurt hier precies vandaag? Vandaag hebben we een primeur, want we hebben eigenlijk nog nooit logeerpartij gehad waar drie locaties tegelijk aan meewerken. Dus we hebben eigenlijk vandaag gewoon een feestje, want de Jumbo in Spijkenisse die heeft eigenlijk te kennen gegeven dat ze met alle drie de locaties willen gaan meedraaien. Dus dat is best bijzonder, dus we zijn net begonnen op Waterland. We staan nu eigenlijk in Groenewoud en we gaan zo nog naar de Maaswijk. En dat is Joep. En Joep is uit Logeer. We alle drie de Jumbo-filiaal in Spijkenisse. Nu heb ik hier in mijn handen een kleine Joep. Broertje. Duizenden broertjes en zusjes liggen allemaal klaar bij alle Jumbo's. En die kan gekocht worden. En met die aankoopprijs van het bedrag van €9,95 steunt u allemaal de stichting Villa Joep. Nou, de eerste olifant die wij hebben, heb ik in mijn handen hier. Die wil ik gaan overhandigen aan het bed houden. Dankjewel. Je mag gevuild worden. Dankjewel. Ja, ik zal ook even kort wat zeggen. Super mooi doel voor heel belangrijk ook onderzoek naar een vreselijke ziekte. Dus laten we met z'n allen zoveel mogelijk olifantjes kopen. Ik ga natuurlijk ook niet weg zonder olifantje, dat mag wel duidelijk zijn. En super mooi dat de Jumbo, dit initiatief ook neemt om de olifantjes te verkopen op meerdere plekken. Volgens mij is dat uniek. Een supermooi voorbeeld voor zoveel mogelijk organisaties om dit te gaan doen en Joep uit logeren te vragen. Maar dit olifantje gaan we symbolisch veilen. Dus dat betekent dat we eigenlijk iedereen oproepen om te bieden op dit olifantje, het eerste olifantje van deze actie. En hopelijk gaat hij dan voor een supermooi bedrag de winkel uit. Ja, dat kan allemaal via de social media pagina van Villa Joep. Dan kunt u bieden, komt een mooie foto van dit olifantje te staan en daar is mogelijkheid om de komende 2 weken lang te bieden. Dank jullie wel. Ja. We staan hier bij vrijwilliger Sylvia Kast van Stichting Waterland Spijkenisse. Hoe is de samenwerking tussen jullie en Villa Joep eigenlijk ontstaan? We wisten eigenlijk al door berichten op Facebook dat Villa Joep bestond. En ze waren een keertje in het centrum van Spijkenisse en daar stonden ze met een kraampje. En daar heb ik uitleg gevraagd. En dat vond ik eigenlijk een heel erg mooi doel, omdat je als ouder niet je kind weg wil brengen. En omdat we met Stichting Waterland Spijkenisse heel erg proberen om mensen weer dichter bij elkaar te krijgen. Dus niet op elkaar letten, maar op elkaar passen. Vonden we dit een heel mooi initiatief om daar even goed aandacht aan te besteden, zeker met de kinderraad. We staan hier naast Jumbo via jouw manager Dennis. Hoe is uitlogeren in Jumbo Spijkenisse ontstaan? Ja, bedankt, dat is een hele goede vraag. Nou, wij proberen als Jumbo zijnde in de wijk altijd heel erg lokaal betrokken te zijn. Dat proberen we in Spijkenisse met de drie Jumbo's. Nou heb ik heel veel contacten met de wijk, met Sylvia. En Sylvia heeft mij weer in contact gebracht met deze mooie organisatie. We hebben samen iets moois uitgezet voor deze winkel, samen met Villa Joep. En eigenlijk heb ik op een lange termijn er ook voor gezorgd dat de andere twee Jumbo's ook aansloten bij dit project. Waardoor we nu eigenlijk een mega groot project hebben in de wijk, in de hele omgeving van Spijkenisse. Dat breed gedragen wordt met al deze media-aandacht. En dat is toch wel iets fantastisch. En een mooie mijlpaal die wij nu weer bereikt hebben in zoveel jaren samenwerking bij Jumbo en Spijkenisse. Dus ik wil je eigenlijk deze olifant overhandigen, als dank. Dankjewel. En ook namens de ouders en de kinderen en alle ambassadeurs en vrijwilligers van Villa Joep. We gaan er succes van maken. Dankjewel. Dankjewel.